harte welkom in deze aflevering weer twee gasten. We praten straks met mensen van het RKTVC BVO-toernooi, dat in augustus gehouden wordt. En zo dadelijk praten we met Ralf Reinders, hij is van Mozaïek Welzijnsdiensten. Aangeschoven Ralf Reinders, hij werkt bij Mozaïek. Ralf, van harte welkom. Dankjewel. Zoals ik zei, je werkt bij Mozaïek, maar niet in Tiel, hè? Nee, klopt. Ik ben zelf werkzaam in gemeente Neder-Betuwe. Neder-Betuwe, want Mozaïek is nog veel meer dan alleen maar in Tiel actief. Ja, Mozaïek is actief in vier gemeenten. Tiel, zoals je aangaf, Neder-Betuwe, maar ook in Geldermalsen en in de gemeente Buren. Oké, okay. Jij zelf dus in Neder-Betuwe. Wat zijn daar nou specifiek de problemen die je tegenkomt? Problemen zijn vergelijkbaar met de problemen in de rest van Rivierenland. Waar denken we dan aan? Want jij bent met name bezig met jeugdwerken. Ja, ik werk als jongerenwerker, dus ik heb veel te maken met jeugd, ook met jeugd op straat. En wat je veel tegenkomt is met name hoge jeugdwerkeloosheid, overgewicht. En mensen die hinder ondervinden van groepen jeugd op straat. Hey, en daar maken jullie dan plannen omheen om ervoor te zorgen dat dat minder wordt? Of hoe gaat het in zijn werk? Als het echt nodig is, als er echt een overlastgevende groep is die structureel overlast veroorzaakt, dan maken we daar echt plannen op. Maar liever zijn we de problemen voor. En dat betekent dus vooral aanwezig zijn op straat, weten wat er speelt. De jeugd kennen, zorgen dat ze jou kennen. Dat is echt in die haarvaten zitten. Ja, en proberen de problemen voor te zijn. En gaat je dat goed af? Dat gaat redelijk goed. Ja, hoe bouw je zo'n netwerk op? Vooral door gewoon rond te rijden. Gewoon er te zijn. Ja, en daarnaast is het ook zo dat mensen klagen wel eens over jeugd. Die meldingen komen binnen op het gemeentehuis. Vervolgens zet de gemeente die door naar mij. En dan ga ik met de groep praten om te kijken van, kunnen we het oplossen zonder dat er problemen ontstaan. En is wel een probleem, want er wordt veel geklaagd tegenwoordig, hè? Er wordt vaak heel veel geklaagd, ja. Deels terecht, soms ook onterecht. Maar klagen kunnen mensen goed. Hey, wat is nou zo leuk aan jeugdwerker zijn? Jongeren zijn echt. Zijn spontaan. Die zullen je meteen in je gezicht zeggen of ze je mogen of dat ze je niet mogen. Hoe gaat dat dan tegenwoordig? Ik vind jou een leuke gast of je bent een toffe peer? Ik heb alleen maar mijn mond om mee te praten. Ik heb geen autoriteit van een uniform. Ik heb geen wapenstok of een boekje waar ik bonnen kan schrijven. Dus dat merk je vrij snel. Want mogen ze me niet en willen ze niks van weten, lopen ze gewoon weg. Ja. Is er niets aan de hand. Ja. En tot nu toe gebeurt me dat niet of nauwelijks. Dus Grappig. Hey, dus actief in vier gemeentes. Ja. Maar Mozaïek heeft het moeilijk gehad. In die zin, ook daar is bezuinigd. Met name in Tiel is bezuinigd op Mozaïek. Dat klopt. In de andere gemeenten is dat gelukkig niet gebeurd. Waar zijn die bezuinigingen gevoeld? De precieze sectoren waar die gevoeld zijn, zijn met name de wijkcentra in Tiel. Die we hebben moeten afstoten. Maar daarnaast heeft Mozaïek zelf ook moeten verhuizen naar een kleinere locatie. En dat is niet slechter geworden, zullen we maar zeggen. Ik ben er laatst geweest. Nee, prima locatie. We hebben gelukkig een locatie van mee over kunnen nemen. Want jullie zitten zeg maar bij de Vier Gravinnen, hè? Ja, in de Hertogenwijk. Ja. En dat bevalt prima. Ja. Snap ik. Zijn er nog zaken waarvan jij zegt, van ja, die wil ik nog even vertellen? Belangrijk. Zaken die ik nog zeker wil vertellen? Nou, wat gewoon belangrijk is, het is vaak, Mozaïek is vaak onzichtbaar voor een hoop mensen. Hè? Van, goh, wat doen die nou precies? Maar dat heeft te maken met de aard van ons werk. Wij werken preventief. Wij zorgen ervoor dat de boel niet uit de klauwen loopt. Daarnaast ondersteunen wij een heleboel initiatieven van mensen uit wijken en uit buurten. En op het moment dat die initiatieven bijvoorbeeld aandacht krijgen in de media, dan wordt dat initiatief uitgelicht. En die mensen uit die wijk die daarbij betrokken zijn, die treden dan op de voorgrond. Ja. Maar wat je vaak niet meekrijgt, is dat daar een medewerker van Mozaïek achter zit,
die die mensen een steuntje in de rug geeft en op weg helpt om die activiteit op te zetten. Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat het zo gebeurt. Maar aan de voorkant zien jullie dus te weinig. Dat mag wat meer naar mijn smaak, inderdaad. Nou, als we daarbij kunnen helpen, zo'n gesprek zoals dit, dan lenen we ons daar graag voor. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan. Aan tafel nu twee mensen van RKTVC, althans van het RKTVC BVO-toernooi, zoals ik het zo mooi zeg. Sean Smits en Sjaak de Wit. Zeg ik het goed? Helemaal prima. Nou, kijk eens aan. Twee oud-gedienden eigenlijk, die dat toernooi weer nieuw leven inblazen. Nou, laat Sjaak je maar... Nieuw leven, dat doen we niet inblazen. We gaan met de 20e editie beginnen. We staan op de kaart. Echt goed op de kaart. Maar landelijk bekend en niet alleen landelijk, maar ook daarbuiten. Ja, we horen bij de best georganiseerde toernooien van West-Europa. Maar waarom zijn jullie teruggekomen? Laat ik het zo even zeggen dan. Nou, het is dus zo, Sjaak is niet teruggekomen. Sjaak zat er al in. 20 jaar lang. Mm-hmm. 20 jaar zit hij er al in. Ik zelf ben met Jan Kool op 15e toernooi zijn we er toen mee gestopt. Ja. Toen heeft Sam Blummel met name het voorzitterschap overgenomen. Nou, die hebben 4 jaar lang het toernooi op keurige wijze georganiseerd. Alleen ja, nu door het tijdgebrek van zowel de voorzitter als de penningmeester liep het niet zoals het moest lopen. Nee, en het wordt vaak onderschat, hè, want er komt best wel wat bij kijken om zo'n prachtig toernooi te organiseren, ja, natuurlijk. Klopt. En toen hebben ze dus zowel Jan als mij gevraagd of wij weer wilden ondersteunen. Nou, en dat is op zich natuurlijk ook heel logisch. Ja, en dat hebben we graag gedaan. Ja. Alles op de rit, heren? Ja, compleet. We zijn compleet. We hebben alles op de rit. Financieel is het op de rit. De ploegen komen. Ja, dadelijk krijgen we het aankleden van het park. Dus er komt de werkploeg. Nou, we hebben gelukkig voor het toernooi altijd tussen 60 en 70 vrijwilligers. Mm-hmm. Zonder kan je dat zo en zo niet organiseren. Nee. Dus de werkploeg die begint een dag of 4 voor het toernooi met opbouwen van het sportpark. Dus dan kunnen we het sportpark niet meer terug. Ook de tegenstanders die komen, de BVO's, die zeggen van ja, wat jullie ervan gemaakt hebben, daar komen we eigenlijk nergens tegen. Dus ook qua entertainment, qua beleving alles, is het super. Beleving, aankleding. Kleedkamers die op en top verzorgd zijn, wat eigenlijk al heel normaal is bij ons. Want iedere maandag en vrijdag wordt er aan de kleedkamers gewerkt door de werkploeg, die zijn schoon. John, die accommodatie is natuurlijk nog steeds top. Hè? Je bent jarenlang voorzitter geweest van RKTVC. Mede er ook voor gezorgd dat de accommodatie gewoon super is. Ja, nou ja, goed. Ik doe dus in mijn vrije tijd nog wel het een en ander voor RKTVC natuurlijk. En ik maak ook deel uit van die werkploeg die met name de boel onderhouden. En ja, het is nu 11 jaar oud. En met name de nieuwbouw dan. En iedereen die komt, die verbaast zich erover dat het al zo oud is. Zo nieuw ziet het er allemaal uit. Ja, wat dat betreft kan de vereniging natuurlijk nog jaren vooruit. Hey, over het toernooi gesproken, welke clubs gaan er komen? Uit Nederland hebben we Feyenoord, hebben we AZ, hebben we FC Twente, hebben we Heerenveen, hebben we NEC, ja, dan moet ik Willem II. En dan noem ik even de buitenlanders voor het gemak even. Lokeren. FC Utrecht is op. Nee, FC Utrecht niet. Oh nee. Nee. Lokeren, Genk, Colo Colo, dat is uit Chili. Dat is, Colo Colo? Ja, dat moet je maar eens even googlen. Ja. Dat moet je maar eens even gaan kijken, maar dat is een topvereniging. Oké. Okay. Bram Bostica, ja, Bram Bostica heeft contact over de hele wereld en die heeft een agenda, zeg ik altijd. Als die kwijt is, dan hebben wij geen Bram Bos meer. Nee, oké. Okay. Met zijn contacten. Swansea City en de laatste buitenlander, nu moet Paris Saint-Germain. Oké, okay, nou dat is inderdaad stevig, hè? Het is een stevig toernooi. En zijn jongens van tot hoe laat? Tot en met 17. Ja, en alle grote namen die we nu kennen, die zijn in team geweest, hè? Kun je er een paar noemen? Van Persie. Persies, de Snijders. Robben, noem ze maar op. Ja, en hebben jullie ook nog die nu van PSV naar Manchester United gegaan? Depay. Ja. Manchester Depay, ja. Het moet gek lopen als ze niet in Tiel zijn geweest. Nee, dat klopt. Dat moet toch jullie trots stemmen? Het laatste WK wat gehouden is, waar Nederland dan derde is geworden. Van dat team hebben er 13 of 15 bij ons op toernooi gespeeld. Ja.
Ja, ik heb een aantal jaren geleden, volgens mij was dat jullie in laatste jaar, heb ik nog eens een keer een presentatie hier mogen doen. Was met Leroy Ver. Ja, 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 goed. Ja. Dat was toen nog maar een heel klein kereltje. Ja, en moet je kijken wat hij nu doet. Ja. Wij hanteren de slogan, als je niet bij RKTVC BVO toernooi gevoetbald hebt, word je nooit geen international. Nee, nou, je moet uitgaan op dit toernooi, wat wij hebben. Lopen gemiddeld tussen de 30 en de 40 jeugdinternationals. Hè? Zowel uit België, Nederland als andere landen. Fantastisch, hè? Fantastisch, omdat zo. Er is ook veel scouting aanwezig. Hè? Veel scouting. De top van Nederland, maar ook van daarbuiten komen natuurlijk om te kijken van hé, wat loopt hier rond. Het hele vreemde vinden wij wel eens dat we dan ineens iemand van Aston Villa op het park hebben lopen. Aston Villa doen we helemaal niet mee, waarom stuur je een scout? Hoffenheim hebben we gehad, twee scouts. Dan riepen wij Bram Bosch, joh, we hebben bezoek uit Hoffenheim, twee scouts. Ja, wat komen die hier doen? Hè? Ja, maar nou, scouten. Maar die kwamen scouten. Maar normaal is zo, de ploegen die deelnemen, die hebben hun scouts. Ja, ja, ja. En dan komt er af en toe eens van de Nederlandse ploeg komt er ook eens iemand bij. Dus wat dat betreft staat gewoon maar al echt aangeschreven. Uit Europa vandaan. Heren, wanneer vindt het plaats? 15, 16 augustus. Dan is Stadiel weer bol van het voetbalgebeuren. Zijn er nog speciale evenementen? Worden ze nog ontvangen en zo? Want ik kan me herinneren dat voorheen altijd veel Bombari het een en ander Colo, gebeurde. Die zal door het gemeentebestuur ontvangen worden op de vrijdagmiddag. Zullen we afspreken dat wij van de Stadse V erbij zijn? Uitstekend. Nou, bij deze dan. Oké, prima. Dankjewel. Tot zover deze aflevering. Natuurlijk zijn we er volgende week weer. Graag tot dan.